schreeuw, paniek. Ja, in eerste instantie natuurlijk dat je ziet dat mensen allemaal vluchten. Dat deed ik zelf ook. De Action in Blokker is overvallen door een man met een wapen. Op dat moment zijn er medewerkers en zo'n 30 klanten aanwezig in de winkel. Ik wou even slingers kopen en het was rond 9:10. En in ene hoor ik alarm, alarm, alarm. Oh, het is een overval en er staat zo'n gast. En die houdt dat vrouwtje achter de kassa met een pistool onder vuur, zal ik maar zo zeggen. En ik werd meegenomen door 2 klanten. We moeten weg, we moeten weg, we moeten weg. Door de nooduitgang. En dat heb ik gedaan. En ik ben tussen de auto's op de grond gaan zitten. Want die gast die kwam naar buiten toe. Dus die liep eigenlijk precies ons in de arm, hè? Dus dat was eigenlijk 2 keer schrikken. En die vloog het park in hier. En daar liep hij ook weer mensen tegen het lijf, waar hij weer van schrok, zeker. En toen is hij weer teruggekomen lopen. En toen zag hij inmiddels zoveel mensen hier staan dat hij dacht van nou, ik ga toch mijn park maar weer in. De overvaller maakt niets buit en slaat op de vlucht. Niemand raakt gewond. De politie komt graag in contact met getuigen van de overval.